Jos Baaiens, leraar Nederlands aan het Sint-Joris College, draagt een hoofddoekje als protest tegen de ideeën van Geert Wilders en zijn partij de PVV. Hij is boos omdat de PVV hoofddoekjes wil verbieden bij overheidsinstellingen. Ik vind dat een hele gevaarlijke ontwikkeling. Ik maak me echt zorgen wat voor maatschappij dit wordt als wij gaan zeggen wij staan tegenover jullie en jullie mogen dit niet en dat niet. Jullie zijn de schuld overal van, daar lijkt het in ieder geval op. Dat is het enige wat je hoort. Het Sint-Joris College heeft de docent verboden om zijn hoofddeksel op zijn werk te dragen. De school zegt geen uithangbord te willen zijn voor politieke uitingen. De leraar heeft daarom besloten om alleen buitenschooltijd zijn hoofddoek te dragen.